ontzettend fijn dat jullie hier allemaal zo in grote getalen zijn gekomen na zoveel jaren van digitaal leven. Wij roepen de hele tijd, wij willen midden in die maatschappij staan. En dus starten wij vandaag met een kleine compilatie van goede voornemens van op straat. Mijn financiële voornemens zijn om af te lossen op mijn huis. Nieuwe investeringen te gaan doen. Bij de zak goed gevuld wordt. Dat is mooi, hè? Een enorme diversiteit ook aan prachtige wensen. Vorig jaar in de digitale speech was ons motto, of is nog steeds ons motto in de nieuwe strategie: sterke banken, sterke samenleving. Je moet vandaag beginnen om die toekomst te realiseren. Dan zijn we maar weer de straat op gegaan, want daar is het echte leven. Mijn bank vroeg mij een tijdje geleden of ik waarom ik zoveel cashgeld ontving bij hun. Ja, mijn bank zou wel meer aan duurzaamheid kunnen doen. Ik heb een fantastische ervaring met mijn bank. Want ik heb een duidelijk gevoel dat mijn geld veilig is. Wij vonden dit ook het juweeltje van de compilatie. Niet omdat we de kritiek niet willen horen, die ga ik het zo over hebben. Maar ik was wel echt even blij. Want dat is uiteindelijk toch de basis van wat we al 3 eeuwen doen. Poortwachter kwam ook natuurlijk prachtig vanuit het perspectief van de dagelijkse wereld voorbij. Het wordt gevoeld als toch, ja, als je bona fide bent, als best iets, ja, wat dichtbij komt. Gelukkig werd het ook gezegd, het afgelopen jaar, in teken van duurzaamheid. En dat gaat nog wel even door. Daarom dat we even aan iemand hebben gevraagd die daar grote passie ook voor heeft, om daar iets over te zeggen in relatie tot de bankensector. Mensen in Afrika lijden vandaag de dag door de klimaatverandering die zij niet veroorzaakt hebben. En die wij met onze investeringen en de keuzes die we maken eigenlijk wel veroorzaakt hebben. Dat zijn de vragen, denk ik, die er voor banken die over geld, die over investeringen gaan de komende jaren liggen. Ja, duurzaamheid. Zijn we er al? Nee. Is het makkelijk? Nee. Zijn we perfect? Nee. Maar gaan we er helemaal voor en vinden we het ontzettend belangrijk? Ja. Een ander thema is de inclusieve samenleving. Producten, diensten, zijn die inclusief genoeg? Formuleren we dat inclusief genoeg? Presenteren we dat inclusief genoeg? Thema inclusieve samenleving hebben we ook iemand gevonden die daar echt wel een mening over heeft. Brede welvaart betekent dus ook inclusie en aandacht voor diversiteit. In het eigen personeelsbestand van banken, de posities voor mannen en vrouwen in de organisatie, maar ook voor mensen van andere culturele achtergrond en andere vormen van diversiteit. En de banken doen het daarin al heel erg goed en de SER wil heel graag met u oplopen om dat de komende tijd nog verder te versterken. En dan kom ik terug op het onderwerp waarmee ik gestart ben, en dat is toekomstbestendigheid. Wij denken dat we, als we dat gezamenlijk doen, we tijdig kunnen inspelen en adequaat kunnen inspelen op alles wat er gebeurt en daar de juiste rol kunnen vervullen. We zijn er ook zeer gemotiveerd voor om daar een actieve rol in te vervullen. Dus we nodigen iedereen heel erg uit om met elkaar die toekomstbestendige banksector, toekomstbestendige financiële sector en een toekomstbestendige samenleving mogelijk te maken. Ik wens ons allen een gezond, prachtig, mooi, transitioneel nieuwjaar. Dank u wel.